Nieuws, dodelijke aanslag moskee in Egypte boven 300. Het dodental van de aanslag op een moskee vrijdag op het schiereiland Sinai in Egypte is volgens staatsmedia opgelopen tot 305. De Egyptische luchtmacht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag diverse posten van militanten bestookt op het schiereiland als vergelding voor de bloedige aanslag. Tientallen terroristen openden na het vrijdaggebed het vuur op gelovigen die op de vlucht sloegen nadat bij de moskee een bom was ontploft. Het was de bloedigste aanslag in Egypte in de moderne geschiedenis van het land. Het leger meldde zaterdag dat door de luchtaanvallen diverse stellingen van militanten waren verwoest, maar concrete cijfers ontbraken. De aanslag op de moskee in Bir al-Abed is niet opgeëist. Justitie in Egypte liet zaterdag weten dat de aanvallers een vlag van Islamitische Staat, IS, bij zich hadden. Het ging om 25 tot 30 aanvallers. Ongekend. Egypte heeft de afgelopen jaren heel wat geweld doorstaan, maar de aanslag vrijdag is ongekend. Voor het eerst kozen islamitische extremisten een moskee als doelwit van een grote terroristische actie. Tot nu waren aanslagen in de Sinai vooral tegen leger en politie gericht, of tegen individuen die ervan werden verdacht informanten van de veiligheidstroepen te zijn. Wanneer burgers het slachtoffer werden, waren dat vrijwel altijd Koptische christenen. Tientallen kerken, elders in Egypte maar ook in de Sinai, vertonen nog altijd de sporen van kogels, brandbommen of explosieven. Huizen en winkels zijn vernield. Honderden christenen zijn gedood. Velen zijn de Sinai ontvlucht. Verdelen heerst past in het straatje van de extremisten en maar al te vaak lukt het ze jonge heethoofden tegen christenen op te zwepen. Moslimburgers die beschermend om hun christelijke buren heen gaan staan, zijn hiervan het bemoedigende spiegelbeeld. Dit keer echter zijn moslims zelf het slachtoffer. De extremisten, waarschijnlijk de lokale tak van Islamitische Staat, riskeren daarmee dat de Egyptische bevolking een nog grotere afkeer van hen krijgt dan al het geval was. Aan de hemelpoort zullen zij hun daad mogelijk goed praten door erop te wijzen dat de moskee werd bezocht door soefis, in hun ogen een ketterse tak van de islam. Maar op aarde maakt het waarschijnlijk niet veel indruk. Een moslim is een moslim. President Abdel Fattah al-Sisi heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd.